In het Mijnmuseum wordt niet alleen aandacht besteed aan het werk onder de grond en de industrie eromheen. Ook het sociale leven van de mijnwerkers komt er tot leven. Voor de meeste bezoekers is kennis van het Nederlands mijnverleden nog een onontgonnen gebied. Wat weet u eigenlijk van het mijnverleden? Heel weinig. Ja, dat is een kanarie meenamen. Als de kanarie dood ging, gingen ze naar boven. En voor de rest weet ik niet. Je komt wel herkenbaar dingen tegen. De kolenkachels en de kolenkit. Maar verder, uit mijn kindertijd weet ik dan. Maar verder weet ik niet zoveel van die mijnen. Daar ligt nog een taak voor het Nederlands Mijnmuseum. Dat sinds vandaag dus onderdeel is van het netwerk dat de geschiedenis van Nederland verbeeldt. Wij als museum hebben een aantal sleutelstukken geselecteerd die eigenlijk die vensters kunnen verbeelden. En dan is het ook voor een breed publiek duidelijk dat hier een deel van de Nederlandse geschiedenis wordt verteld. Een van de sleutelstukken is het schachtgebouw van de Oranje Nassau 1 dat ook nog onderdeel van het museum is. Ook het eerste en laatste stuk steenkool behoort tot de sleutelstukken. Een ander verhaal is dat van de gastarbeiders. Het is soms weinig bekend dat hier in Zuid-Limburg al voor de oorlogen gastarbeiders naartoe kwamen, dus arbeidsmigranten, omdat die mijnindustrie nood had aan ervaren krachten. Dus er werd in Duitsland geworven, er werd in Polen geworven, Oost-Europa, en er kwamen Spanjaarden, Italianen. En in een laatste fase, vanaf 1965, kwam ook nog een hele grote groep Marokkaanse arbeiders. Omdat men na de mijnsluitingen de mijnstreek zo snel mogelijk van zwart naar groen wilde transformeren, is er nog maar weinig te zien van het mijnverleden buiten het museum. Daar heeft men nu spijt van. Ja, wij vinden het belangrijk dat, aangezien dat er zo rigoureus afscheid is genomen van dat mijnverleden, dat wat we nu nog kunnen terugvinden, en dat gaat over steenbergen en over tekens in het landschap die nog herkenbaar zijn als mijnverleden, maar zeker ook over de verhalen van de mensen, om eigenlijk samen met partners die zoveel mogelijk te gaan behouden voor de toekomst. Net over de grens, in Duitsland en België, is nog veel terug te vinden van het mijnverleden. En daarom kijkt het Mijnmuseum in Heerlen ook over de grenzen. Ja, we zoeken die contacten en we kijken hoe dat we samen dat eigenlijk verhaal dat voor de EU-regio belangrijk is kunnen vertellen.